De nederlaag van NEC tegen MVV is hard aangekomen in Nijmegen. De kritiek op de trainer en de technische staf neemt toe. Trainer Pepijn Leinders heeft de wedstrijd scherp geanalyseerd. We winnen vaak de bal en we verspelen hem gewoon veel te eenvoudig. En op het moment dat we achterkomen, dan ontbreekt het aan en de echte wil om elkaar te helpen. Elkaar problemen voor elkaar op te lossen. En dat hebben we natuurlijk meteen moeten bespreken. En kijk, we kunnen afgebluft worden. Of we zullen tegen betere teams spelen of betere spelers. Maar we zullen nooit afgebluft moeten worden op spirit, op drive. En dat gebeurde natuurlijk na de tweede goal. En in eerste instantie ging het gewoon puur om dat je... wel de bal op de manier waarop wij willen de bal veroveren. Alleen we waren gewoon niet zuinig genoeg om de bal dan in de ploeg te houden. De voorbereiding op de topper met Fortuna Sittard wordt ook gebruikt om de vieze smaak uit de mond weg te spoelen. Klap wordt pas verwerkt na 95 minuten Fortuna. Dus dat hebben we aangegeven. Deze wedstrijd wordt pas afgesloten na vrijdagavond. En kijk, wij moeten iedereen overtuigen. Dat is hartstikke normaal. We zitten gewoon nog wel in een goede positie, wat godzijdank, hè, maar we moeten wel aan iedereen morgen laten zien wat we graag willen met z'n allen. En dat wordt tijd. Ondanks het puntenverlies staat NEC nog steeds boven Fortuna. Wij staan gewoon 4 punten los van Fortuna. En dat had het er meer moeten zijn. Ja, absoluut, dat is waar, maar het is wel competitie. En laten we hopen dat dit het kantelpunt is. Hè. Dat dit het moment is waar je later op terugkijkt en van oké, dit was waar het echt omgedraaid werd. Het moet wel, heel simpel. En iedereen praat over... We willen gewoon heel veel met z'n allen en dat legt wel een bepaalde druk op zich neer. En als je dan achterkomt, legt dat nog meer druk op zich neer en daar moeten we beter mee omgaan. Bij de tegenstander is veel aan de hand. Er is een nieuwe trainer en dat zal mogelijk gevolgen hebben voor de speelwijze en de opstelling. Ik weet wel wat we gaan doen, maar dat heeft altijd te maken met... de vorm van de spelers. Twee, dus vertrouwen naar de spelersgroep toe. En drie, vooral ook kijken wat de beste past... naar de komende tegenstander. Het zal wel misschien iets anders eruit zien als dat ze gedaan hebben. Dus dat betekent snel reageren in de wedstrijd. Vrijdagavond om 8:00 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC Fortuna Sittard.